Hallo, ik ben Stijn. Ik ga jullie vandaag een heel leuk trucje leren. Het trucje heet Snap GT. Het ziet zo uit. Ik gebruik hiervoor de CLYW Akita. En laten we gelijk beginnen. Wat je doet, is gooit een torpies en dan ga je in je brother mount. Maar in plaats van over de wijsvinger van je jode hand te gaan, ga je over de pols. Net zoals bij een normale green triangle. Wat je vanaf daar doet, dan ga je nog een keer over je pols heen, zwaai er overheen. En dan mis je expres al de touwtjes. Dan trek je je jode hand door al die touwtjes heen. En dan zie je hierin. Dan knip je in je vingers en dan komt er een green triangle. Als je niet je vingers kan knippen is het ook niet erg. Maar je kan ook heel hard een plokje aan het touw geven. En dan zie je eenzelfde green triangle. En dan kan je zelf mee je mond nog het geluid van de knip in je vingers maken. Nog één keer. Een trapeze. Brother mount over je pols. Zwaai het nog een keer overheen. Laat je touwtjes voorzichtig er vanaf glijden. Want anders heb je gelijk een green triangle. Dat wil je niet. Voorzichtig. Eraf. Knip in je vingers of heel hard aan een touwtje plukken. In een green triangle en hop je dan via de achterkant eruit. Ik hoop dat je het trucje hebt geleerd. Het was een beetje een lastig trucje, maar succes met leren en door naar de volgende tutorial.